Radio Noordzee presenteert de enige echte aardbolwinnaar tot 3000. Gegarandeerd zonder bleekmiddel. Presentatie André van Duin. Dan heb je die rode engels weer. Zover eindelijk zijn hier dan de aanboeminavel top 3000 gepresenteerd door mezelf. Dapper, lachen, gingen brullen. Eindelijk een leuk en gezellig programma op dit station. Het werd hoog tijd. En we gaan natuurlijk beginnen met een paar hele leuke platen. U weet, we hebben 3000 platen. Het valt natuurlijk niet mee om in een uur 3000 platen te draaien. Maar we gaan het toch proberen. We zullen hier en daar een paar platen over moeten draaien. Over moeten slaan, bedoel ik. Over moeten slaan. Daarom gaan we de eerste 1500 platen overslaan. Want dan komen we natuurlijk helemaal niet uit. En daarom gaan we beginnen eigenlijk met nummer 223.000. Die op dit ogenblik in deze nationale 2000 staat. In plaats van eens te kijken, we hebben een stand on the high tower, on the high tower, this world, dit is getiteld, this world is... Ja, ik ben Lola, zwarte Lola, ik ben Lola uit de street, die roept de man van achteren, die zet is die verrekte nummer nog weer. Streng die roze Malandra. Ga op mijn armen. Heel leuk, heel leuk gevonden, leuk gevonden. De volgende plaat is de plaat van Doobie Brothers. Die hebben zeer zeker haar op hun armen. Armen bedoel ik. En dit is de plaat van Doobie Brothers. Dat is een goede plaat. Een hele goede plaat. Een leuke plaat. Dan is het nu, dames en heren, tijd voor... Doe dit niet? Je moet hem even goed aanhouden. Goed. Ja. Dan is het nu tijd voor onze Flitterplaat. Dan Maria Nachtegaal en hoe? Nee,
Neem me niet kwalijk, meneer. Ik stoor mij. Ik kom met de koffie, maar ik vergeet de drempel. De drempel vergeet ik niet. Neem me niet kwalijk, ik zal even. Neem me niet kwalijk. Ik kom hier altijd dus voor de koffie te brengen. Maar ik wel. Ik vind het altijd interessant om even koffie te gaan brengen terwijl de uitzending is. Maar wel. Heb ik altijd graag artiest willen worden eigenlijk. Maar mijn vader was namelijk ook artiest. Mijn vader dat was een jonge leur. Mijn vader was een jonge leur. Ja, nou niet meer. Het is nou een oude leur. Maar toen de tijd was nog een jonge leur. Mijn vader die kan geweldig goed imiteren. Mijn vader die imiteert dus niet nogal. Zoals mijn vader imiteert. En mijn vader in het bos loopt. En hij doet een lijst erna. Nou meneer, de echte lijsters roepen terug. De echte lijsters roepen terug meneer. Het is zelfs zo sterk. Als je een haar na doet, komt de zon op meneer. Het is ongelooflijk wat mijn vader allemaal imiteert. Zeer zuinig meneer, zeer zuinig op de stem, dat kan u wel begrijpen. Mijn vader is zeer zuinig op de stem, ik ook trouwens, ik ben ook zeer zuinig op de stem, maar mijn vader helemaal, mijn vader. Oh, mijn vader die is zo ontzettend zuinig. Hij pas heeft die nieuwe bril, daar is hij zo zuinig op dat als er niks bijzonders te zien is, dan zet hij hem op. Ja, dat is ongelooflijk, hij is eigenlijk te zuinig, eigenlijk is hij te zuinig, begrijp u wel. Hij is net als mijn vader, hij loopt net iets te zuinig, begrijp u. Hij praat zelfs door zijn neus, meneer. Hij is zo zuinig, hij praat door zijn neus om zijn kunstgebied te sparen. Het is overdreven, het is zwaar overdreven. Nou goed, ik heb in ieder geval een beetje een feestelijke dag vandaag. Het is vandaag een hele feestelijke dag, dat wil ik vertellen. Toen ik zei wat ik wil, ik zeg, zit een advertentie in de geld, niet? Ze zegt, dat heb ik geen zin. Ik zeg, waarom heb je dat geen zin? Hij zegt, ik kan niet lezen. Nou ja, dat is onzin natuurlijk, meneer. Dat valt allemaal niet. Maar goed, meneer, zoals ik al zei. Ik zal even een nieuwe kopje koffie voor u gaan halen. Scherven brengen, gelukkig zal ik maar denken. En dan wou je wel even vragen, dat is eigenlijk een soort vaste gewoonte van mij. Overal waar ik dus binnenloop om koffie te brengen. Ik zou een verzoekbladje willen draaien. En dan zou u mij een verschrikkelijk plezier doen, meneer. Door een leuk blad te draaien. Van die twee, van Gerrit en Herman. Van het stel, u weet wel, van Gerrit en Herman. En dan lied, heb ik graag het lied van Gerrit en Herman van Shalala, Shalala. Begrijp je wel, als u dat lied van mij zou willen draaien, dat is van mij en mijn vrouw dan, en dat draag ik dan ook graag op, maar mijn vrouw die zit op dit ogenblik te luisteren, wil ik graag een opdragen. Lieve vrouw, hier komt dan voor jou Shalala van Gerrit en Herman. Zo, dat was dan wat wil je ook weer? Die ergens op geschreven, moet die ergens staan. Nou ja, ik kan hem niet meer vinden, maar ik hoop dat u de titel gehoord hebt. We gaan verder, dames en heren, met een plaat. Het is eigenlijk meer een verhaal en het is te hopen dat u vanmorgen niet zo wakker bent geworden als Erik Herk. Hallo. Opgehaald.
God. Godverdomme, dat is lekker. God. Een tandslaap. En een tandenjeuken. En een maag waar ik van alles aan zelf. Al bruist niet zo hard. Van de frisse. Al wat erop geluid. Oh, hallo, dat Kees wist. Kees, zou je misschien wel eens luisteren? Ik heb een kater. Ja, je spreekt het mee. Met hey, je oude drinkenbroeder, hè? je spreekt met... ogenblik, dan moet je niet verhaasten. Je spreekt met... sorry, niet, ik kom er toch heus wel op. Zeg, klinkt de stem niet bekend? Zou je niet zeggen? Nee, die eerste letter weet ik ook niet. Waarom stel ik in een eigen naam toch zeker? Nee, wacht even, zeg, voor op de tong. Job, we zijn met Job. Hoeveel Job ben je dan? Job van Sande, inderdaad. Ja, hoe kan ik het vergeten, hè? Job van Sande. Job van der Sande. Maar dan moet je een beetje duidelijk praten. Dat lijkt me maar niet zo hard, hè? Ik ben nog een beetje dicht van gisteravond, weet je wel. Ja, ik wilde je stoppen om je te bedanken voor het heerlijke feestje van gisteravond. We moesten wel zelf de drank innemen, maar jij zorgt het ook voor de elektriciteit, hè? Zeg, Kees, vertel eens. Heb ik me geamuseerd? Nee, dat weet ik niet. Vanaf een gegeven ogenblik dat alles vaag kon, hè. En dan vlak nadat ik binnenkwam. Wat heb je gedaan? Wat heb ik gedaan? Nou, het spijt me erg, hoor. Kees, het hele raam in één klap naar buiten. Nog een geluk dat er niemand onder liep, hè. Wat ziet hij? Ach, die dokters zijn zo knap tegenwoordig, hè. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe ze het raam eruit geslagen hebben. Ik doe het hier nog eens grammos. Nee, joh. Hoe? Ach, op die manier was je erg gesteld op die kant. Ja, maar meestal komen ze toch op hun pootjes terecht, hè. Ja, dat is het nadeel van een toerplek. Zeg Kees, dat raam is voor mijn rekening, hoor. Tuurlijk, dat kan me wat kosten. En je wilt zeker ook een nieuwe kat, hè? Ja, Kees, ik vind het ook zielig, hoor. Maar zie je het niet helemaal oud, hè? Nou, laten we over iets praten, Kees. Hoe vond je het bouwen, Kees? Hoe bedoel je dat iets dat moet weten? Nee, dat bestaat niet. Kees, misschien waren we wat moe van het feest, dus hebben we wat gaan liggen drinken. Oh, nou Kees, je weet toch hoe ik over je vrouw denk, hè? Ja, maar nou spreek je daar tegen, Kees. Als wij ons samen opgesloten waren, hoe kun je ons dan gezien, maar je kunt er niet door de deur heen kijken. Al één vraag. Weet je wat, Kees, betaalt die deur op. Tuurlijk, vrienden onder elkaar niet. Zeg, Kees, volgende week wil ik een feestje houden. Ik doe klein naar elkaar, maar ik wil ook vragen voor jou om het feestje zou mogen houden. Hallo. Oh, God. Nou, Kees, vraag ik niet. Thank you.
elektrische vloerbedekking in uw huis die echt lang meegaat? Astal gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorraadweg kost 750 gulden per vierkante meter, inclusief vangrail. Een rijboepad 500 gulden. Een zandpad kost u slechts 35 gulden per uur. En iedere tiende klant gratis een luxusvluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wim van Balmaatschappij Fleur Manier, Leiden. Commercial. We gaan verder met de volgende plaats. De plaats van de Partridge Family. Uitstekend een goede plaats, laat ik je vertellen. Die ik eigenlijk zelf aangevraagd heb. Daar is een verzoekje van mezelf. I think I love you. Before I go insane, I hold my pillow to my head and spring up in my bed, singing out the words I dread. I think I love you. This morning I woke up with this feeling. I didn't know how to deal with it, so I just tried it to myself. I tried it to myself and never talked about it. And did not go and shout it when you walked into the room. I think I love you. I think I love you. So what am I so afraid of? I'm a pet that I'm not sure of. Well, there is no cure for. I think I love you. Isn't that what life's been made of? So it's worth me to say. I don't know what it's all about. I've got so much to think about. Van het schip is alles op de Meibouw 2 staan ik dus. En ik ben dus dan verantwoordelijk voor de uitzending van op de Meibouw 2 dus. Daar gaan we wel. Ja, nou wilde u dus gewoon eens een paar vragen stellen. Daar hier dus Henk Eijberg gedaan te leren. En we wilden dus een paar vragen stellen over de Meibouw 2. Hoe het dan zo toe gaat aan boord van de Meibouw 2, het schip van Radio Noordzee. Henk, stel eens eerst, waar bestaat jouw werk precies uit? Ik sta dus, morgen sta ik dus op. Dat is mijn eerste werk dus, hè. Dan sta ik dus op, dat staat dus ook in mijn contract. Dat staat dus in mijn contract dat ik dus moet beginnen met op te staan. Dat is dus eigenlijk ook wel het makkelijkste om eerst op te staan, want ik heb namelijk dus standwerk. Ik heb standwerk op de Meibouw 2. En als je opgestaan bent, dan is mijn eerste werk eigenlijk het aanzetten van de machines. Als ik aan de machines aangezet heb, dat doe ik dus eigenlijk automatisch. Dat is opstaan, machines aan. Begrijp je wel? Ja, vertel eens even, hoe gaat dat precies in zijn werk? Je staat dus op en hoe zet je dan die machines aan? Ik pak dus, er zit dus een knop. Er zit dus een knop. En die knop die draai ik dus om.
En als je hem eens omgedraaid hebt, dan gaan automatisch gaan de machines gaan die draaien. Begrijp je wel? Dat is namelijk de zogenaamde aan- en uitknop. Begrijp je? En als ik hem dus naar rechts draai, dan gaat hij dus aan. Begrijp je? Ja, je draait dus naar rechts, dan gaat hij aan. En wat gebeurt er als je naar links draait? En dan gaat hij uit. Ja, dat hadden wij dus zelf ook al bedacht. Goed, je zet hem dus aan en uit. Is dat nou een beetje, is dat nog verantwoordelijk werk? Ik bedoel, heb je daar nog een bepaalde opleiding voor gekregen of zo? Ja, zeker. Ik heb dus, ik heb nu precies te zijn, heb ik dus, 5,5 jaar heb ik dus op de zogenaamde aan- en uitschool gezeten. En daar leer je dus praktisch alles aan- en uitdoen. Ik heb daar dus geleerd van grote dingen aandoen en kleine dingen aandoen. Op die ogenblik kan ik dit, je kan wel zeggen, praktisch alles aan en uit doen. Wat er maar voorkomt, ik wil, staat er iets aan, bel even Henk op en die komt het uitdoen. Dat hebben we wel. Het is gewoon één constante aan- en uitdoenerij de hele dag. Ik bedoel, ik kan niks aanwijzen of ik doe het uit. Dat hebben we wel. En dat is natuurlijk ook de consequentie, want ja, het is natuurlijk niet altijd leuk om gelijk iets uit te doen wat net aan is. Maar dat is ook met mijn verloving, dus die gaat ook steeds aan en uit. Ik heb er al niet veel te vergeten. Dat gaat dus de hele dag gaat er maar door. Dat is dus één grote dag van aan en uit doen, begrijp je? Ja, nou goed, het was, ik moet zeggen, een bijzonder interessant en leerzaam taakgesprek. We moeten gaan sluiten, want we zitten natuurlijk ook een klein beetje met tijd. Heb je nog een boodschap voor het Nederlandse volk of zo, of voor je collega's of zo? Ja, ik zou graag even mijn collega's aan boord toe willen spreken. Hallo jongens, kijk eens hier met Henk. Het is zo, het gaat hier niet om, ik ben er nou niet. Maar het is dus wel de bedoeling dat jullie dan dus zelf even vanmorgen even de knop omdraaien. Begrijp je wel? Dus het is de bedoeling dat je moet hem naar die kant draaien. Maar als je hem naar die andere kant draait, dan gaat hij namelijk en heb je kans dat de hele boel dus uit elkaar schiet. Dat zit namelijk met een contactkeertje. Dus je moet hem die kant op draaien. Onthoud het goed, die kant. Het is heel duidelijk, niet de andere kant, maar die kant. En dan wou de potwaal graag een plaatje vragen, maar ik... Ja, natuurlijk, ga ik lang, het is het ruim voor jouw station. Ja, wou graag een plaatje draaien. En het zou dan graag een plaat worden van Ben Jackson, die zingt over Michael. Peter Stuyvesant, rijke geurige tabak. Peter Stuyvesant, King Size en het Miracle Filter. Koop vandaag nog Peter Stuyvesant. U geniet zoveel meer. Heeft u alle hoop opgegeven? Is er werkelijk geen hoop meer? Relaxeermiddelen van de dorpskolonie zijn voortreffelijk. Eén tablet en u kunt de toekomst weer hoopvol tegemoet zien. Tenminste, dat hoop ik. Waar gaat het over? Wie is het? Hallo? Nou, daar word ik eerlijk gezegd eigenlijk niks van. Heeft u alle hoop opgegeven? Is er werkelijk geen hoop meer? Relaxeermiddelen van de dorpskolonie zijn voortreffelijk. Eén tablet en u kunt de toekomst weer hoopvol tegemoet zien. Tenminste, dat hoop ik. Waar gaat het over? Ik ken u niet. Wie is dat? Hallo? Nou, daar wou ik eerlijk gezegd eigenlijk niks van. Wat bedoelt u dan precies, maar ik sta niet met dat. Ja, maar u moet wel even goed begrijpen. Heb ik aan eigenlijk? Jawel, ik heb wel zo'n beetje begrijpen. Heb ik natuurlijk helemaal niks mee te maken. Kijk eens hier, meneer, niet meer gaan. Ja, dat kan helemaal zo wezen, maar kijk, ik ben getrouwd. Ja, wel, maar ik heb 12 als iedere meneer, dus uurtje kijken. Ja, maar laat u mij dan ook verdippen. Ja, dat zou u net ook al, maar kijk, het gaat er maar alleen maar om de drie zo'n gewoon een jerk in, want ik wil me zeggen. Dan wordt u het even goed allemaal laten, meneer. Dan kan ik gaan schrijven wat u wil, maar uiteindelijk heb ik wel even te laten in dit programma. U komt niet binnen, u begint tegelijk te schrijven met dat voet is wel miljoen. Dat voet is wel miljoen. Niet meneer, maar spelling is dat tegen. U begint te schrijven met de vleren zeggen, maar zo is u de volgende niet. Wie denken we eigenlijk wel, dus u bent meneer. Dan mag ik u ervoor laten. Niks op mijn spelling, ik spel alles meneer. Alle spelletjes die er bestaan, niet spelen meneer. Klaar voor juist meneer. Ik ben alle klaar voor juist. We draaien niet te zijn meneer. Bingo, u bent de beste bingo. Want die heden zijn we nou.
Monopoly, belt u Monopoly? Hoi Monopoly, je bent wel bij de bel. Ze vragen mij persoonlijk over om de bank te houden, meneer. Ik heb altijd het beheer over de bank gekomen. Die is binnen met dat goede spelletje. Wat heb ik eigenlijk voor u te morgen, meneer? U stelt zich niet eens voor, u komt binnen. U roept dat goede spelletje. Ik ken u niet eens, maar dan weet u eigenlijk niet waar ik het vind, meneer. Wat heb ik eigenlijk met u te morgen? Eigenlijk geen ene mol moeder hebben ze goed. Zullen we nou graag zeggen, een van de lotfans komt hier binnen. Schrijven met een heleboel gitaren. Zullen we nou graag kijken, zie meneer. Ik heb u niet net overzicht. U bent hier eigenlijk helemaal juist. En hamer op de ding van uzelf, maar ik kom toch wel boven uw uitgoed. Wat dan? Ja, dat zei u net ook al, meneer. Dat u gewoon in herhaling hebt. Gaan u nog uw pot gewacht? Dit zegt u net ook al. U zegt twee keer het. U zwamt maar. Dat mag niks toch wel allemaal uit, meneer. Ik stop. Dat heb u toch wel. Of u nou laaien of niet, ik heb helemaal geen laaien in huis meer. Wat maakt u nou uit? Moet u luisteren, meneer? Ik heb zelf mijn vader werk bij de melkbuur. Of u er nou belang bij heeft of geen. Kijk, meneer, ik zou eigenlijk veel liever hebben dan u. Ik ben een zichting. Dat weet ik nou wel, dat weet ik nou wel. Dat zijn. Ik word er mal van wezen. Ja, because you're mine. En dat betekent tijd voor hobbykwartier. Presentatie Dick van der Graaf. Uw leraar, dicht van elkaar. Hoe maakt u dit? Ik hoop dat u allemaal weer klaar zit. We hebben nu voor het bezigheidje wat we nu gaan betigen, hebben we natuurlijk weer een aantal dingen nodig. Dat begrijpt u. Ik zal u wel even tegen opgeven wat u allemaal nodig heeft. U heeft nodig een krant. Dan heeft u ook nog nodig een schaar. En u heeft natuurlijk ook nodig weer zoals gewoonlijk een beetje lijm. Wij gaan dan nu beginnen. Ik hoop dat u de spullen eens heeft klaarstaan. Dan gaan we nu beginnen met hetgeen wat ik dan nu vanmorgen samen met u wilde gaan maken. We nemen al eerst even mee de krant. Dat maakt niet uit welk dagblad of welke ochtendkrant. We nemen de krant voor ons. We nemen de krant in de breedte voor ons. Ja, dus met de brede kant naar ons toe. Nu is het dus zo dat we de dichte kant, dus de andere brede kant van de brede kant die naar u toe ligt. U heeft dus twee brede kanten, dat heeft u misschien nog gezien. De dichte brede kant legt u dus aan de bovenkant. En nu gaan we dus zo doen dat we dus de hoek aan deze kant gaan we dus omvouwen, die vouwen wij dus om, en de hoek aan de andere kant, dus dat is de tegenovergestelde hoek, vouwen wij ook om. Nu leggen wij in deze vouw, een scherpe vouw, wij doen dat met de nagel, hola, ik scheur hem, dat mag niet uit, pak alweer een nieuw ogenblik, maar straks, ik hoop dat u even geduld heeft, we nemen wederom dezelfde kant of de andere kant, dus met de brede kant weer naar ons toe, de open brede kant, begint u dat veranderen. En dan gaan we dus weer de dichte kant dus naar het midden vouwen, dus ik ken de punt naar het midden. En zo doen we dan ook weer de andere kant. Zo, met de scherpe val. Nu hebben we aan de onderkant hebben we een brede rand over. Deze rand slaan we om en... pak even een andere kant, komt iets wat ik spinnend vind. We nemen dus de krant met de brede kant naar ons toe en de dichte brede kant aan de bovenkant. Wij vouwen de ene punt, dus de punt aan die kant, vouwen wij naar het midden toe. En de andere punt vouwen wij ook naar het midden toe. Met een scherpe val.
aan de onderkant hebben we nu dus een brede band. Die vouwen wij ook keurig om en dan draaien wij de hele kant in het geheel om. En de andere kant is ook een brede kant en die vouwen wij ook om. Nu heeft u al enigszins het model van een driehoek. Ik hoop dat u dat ook heeft. Ik heb dat tenminste wel. Nu is het de bedoeling dat we de uiteinde van de breed omgevouwen band ook nog even omvouwen, omdat het dus een beetje netjes afkleedt. En dan pakken wij dus een beetje lijm. Waar heb ik de lijm? Hier heb ik de lijm. Zo, dat plakken wij hier dus vast. En de andere hoek, daar bouwen wij hem ook om en plakken hem ook vast. Zo, wat hebben wij nu gekregen? Wij hebben gekregen een hoek. Ah, daar hoort u van op. Want nu pakken wij de brede kant beet van onderen en wij doen hem open. En dan kunnen wij hem dus eigenlijk op het hoofd. Ik pak even een andere krant. Maar dan heb ik... Dat is heel vervelend, ik heb geen kranten meer. Ik heb al... Dat is heel vervelend, luisteraars. Maar ik hoop dat u dit al gelukt zit en u dit allemaal nu feestelijk met uw hoed op zit. En ik zeg altijd maar zo, met een hoed op ben je beter gemut. Dames en heren, graag cursisten en cursisten tot volgende week, wanneer wij samen gezellig een schemerlamp gaan maken. Tot de volgende week en tot ziens. Telefoon. Nee, loop ik aan. Hallo, met Dick voor mekaar. Yes, me and I'm lonely. I had to call you on the phone. Whoa, now, baby, don't leave me all alone. Don't you know I got a feeling I wanna hold you tight. Whoa, now, baby. Bye, Johnny Otis. Dat is Johnny Otis met het telefoon. Baby, ik ga wel op die vader. Ik heb wel vroeger helemaal gek van wat trouwens nog eens en nog eens. U weet met uw brede tijd, geen raad. Dan nu, ga dan een schriftelijke cursus volgen. Er is keuze genoeg. Bijvoorbeeld onze schriftelijke cursus lezen. Of onze schriftelijke cursus klok kijken. De resultaten zijn enorm. Wij laten een cursus aan het oog. Meneer, u heeft ons de schriftelijke cursus klokkijker gevolgd. Vertelt u ons nu eens, hoe laat is het? Dat is nog niet verteld. Dat staat niet weten. Ja, maar u heeft toch onze schriftelijke cursus gevolgd. U weet nu toch hoe laat het is? Wel, maar kijk, het is namelijk zo, ik draag geen horloge. Inlichtingen, Nederlandse Onderwijsunie, Vlooienmark 3, in Klokwijk. Er was in vroeger tijd, in de
bergen van Zwitserland, jodelodelo. Een stoere boerenmeid, die had geen man, joho. En als jullie zong heel melancholiek. Oh, lukt mij, lukt mij. Hoe verlangen naar romantiek. Het oude vader werd foto de foto. Maar ik ben daar voor de rotzooi. De goeie man ontstak in storm aan zijn alpenhoorn. En ging aan toeteren. Dat is helemaal waardeloos. Door dat getoeter en dat jammeren, in de bergen van Zwitserland, jolo. Daar kan de sneeuw te rammelen. Wat kan mij dat uitschelen? Wat was dat griezelig? Oh, oh, oh. Maar als jullie, die had nog heel gieder. Ja, dit zei veel, hè? Jolo, jolo, oh, oh, hey, oh, hey. Kom zij daar op die berg. Ja, dat was niet erg. Dit was een lied van Angelique. Hey, oh, hey, hey, wat een romantiek. Nou, je vader is toch een mocht en zijn familiedrama. Presenteer! Welk geluid is dit? Goedemorgen luisteraars, dat zijn we er weer met onze bekende paal. Een beetje op gat, we gaan dus weer een luisteraar bellen. En we gaan hem het geluid laten horen van deze week. U weet het geluid onderhand wel, we hebben het nu al 336 keer laten horen. En we laten het nu nog eenmaal horen. Hier komt dan het geluid. Dat was dan het geluid. We gaan weer een luisteraar bellen. Ik draai het nu even het nummer. U hoort mij nu draaien het nummer. En dan kunnen we ieder ogenblik de luisteraar aan. Dus dat krijgen. Hallo? Hallo? Dan mag ik straks. Hallo? Hallo? Ah, daar hebben we al mevrouw Ottenooijen, veronderstel ik. Hallo, mevrouw Ottenooijen, waar gaat het over? U spreekt met Kees Schillepaard. U weet, we hebben dus het geluid. U weet precies waar het over gaat. We hebben u vanmorgen gebeld, weet u wel. U gaat dus raden welk geluid wij hebben. Ik weet ergens waar het gaat over. U spreekt met het Schillepaard van Noord-Zee. Wij hebben het, welk geluid is dit? U gaat dus raden, u krijgt elke geluid te horen. Het is de bedoeling dat u erachter probeert te komen welk geluid het is, weet u nog wel. Oh, u bedoelt welk geluid het is. Ja, inderdaad, dat bedoelde wij. Ja, hallo, ja, welk geluid is het? Ja, dat is het, de bedoeling dat ik daar probeer achter te komen. Wij gaan het geluid laten horen. Bent u er klaar voor? Heeft u nog familie in de kamer? Kunt u mensen om te overleggen? Heeft u kennis in de kamer? Ja, ik zit hier op het ogenblik zit ik met 500 man in de kamer. Ik heb mijn buren uitgenodigd. Maar ik woon in een torenflat, dus u begrijpt, ik heb heel wat buren. En die heb ik allemaal uitgenodigd. Zo, dat is dus een hele gezellige toestand bij u daar in de huiskamer. Ja, die huiskamer is gezellig, ja. Zo, nou, zullen we het geluid dan nu maar laten horen? Ja, dat ben ik met kwestie. Ja, laat het geluid maar horen. Ja, daar gaan we dan. Hallo, mevrouw Ottenooijen, bent u er weer? Mevrouw Ottenooijen, we gaan even naar de radio gelopen, de huiskamer waarschijnlijk.
Hallo. Daar is mevrouw Oltenooijen weer. We hebben hier geluisterd, maar we konden het niet goed horen. Zou u nog een keer willen draaien? Natuurlijk, gaat u gang. Gaat u rustig even naar de huiskamer, we draaien nog één keer. Zit u verder van de telefoon vandaan? Moet u daar lopen? En nou, die nog weer 500 meter. 500 meter? Ja, het is nieuw in, dat ben ik wel. Ja, nou ja, gaat u nu snel even dan. Dan wachten we even tot u bij de radio bent. 500 meter is een behoorlijk eind. Dat kan heel lang duren. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 15, 15, 500 meter nu ongeveer. Ja, er zal nu ongeveer een kluffel zijn. Daar gaan we dan. En nu weer 500 meter terug. 15, 15, 20, 25, 30, 40. Moet er een rondje terugkomen. Hallo, mevrouw Oltenooijen, bent u er al? Hallo. Ah, daar bent u weer, mevrouw Oltenooijen. Ja, we wachten al met spanning op uw kom. Vertelt u eens, wie heeft het geluid niet gehoord? Wat denkt u wat het geluid is? Ja, mag ik nog even gaan overleggen? Ja, maar moet u dan het hele eind weer terug? Ja, ik moet weer even terug en dan heb je wel een ogenblikje, maar zo dan. Ja, dan wachten we nu dus weer tot mevrouw Oltenooijen overleg heeft. Kan even duren. Moet ik nu eens even wachten tot mevrouw Oltenooijen. Ik heb mevrouw Oltenooijen aan de telefoonluiteraars en we hebben het geluid even laten horen. En mevrouw Oltenooijen is nu aan het overleggen met haar familie. Ze heeft 500 man in de huiskamer zitten, heeft het even verteld. En daar wachten jullie dus even op. Dan moet ik wel een beetje terugkomen. Mevrouw Oltenooijen. Dan moet ik wel een beetje terugkomen dus. Wij wachten dus nu, dames en heren, op mevrouw Oltenooijen. Ik heb mevrouw Oltenooijen gebeld. We hebben dus een geluid op de brand staan. En mevrouw Oltenooijen is jullie aan het overleggen. Wij wachten nu dus op mevrouw Oltenooijen. Hallo? Hallo? Ah, daar bent u weer, mevrouw Oltenooijen. Ik heb het overlegd, maar ja, we weten even niet precies goed wat het kan zijn, maar ja, we hebben eigenlijk ook praktisch geen idee. We hebben geen idee, is dat goed? Nee, dat is ook geen oplossing. U moet dus duidelijk iets noemen wat bestaat, hè? U moet dus duidelijk een duidelijke oplossing geven. Ik zal er maar wat zeggen. Het is een gok natuurlijk, het is een gok. Nee, dat is fout. Dat is helaas fout. Dat kunnen we niet goed rekenen. Het is geen gok. U komt er weer bij te staan. Gok heb ik hier staan. Wij gaan er weer 50 gulden bij doen. En we zitten dan in totaal om 33.000 gulden. En met hetzelfde geluid het band waarmee we dus volgende week weer terug zullen komen. Mevrouw Oltenooijen, had u verder nog iets mee te delen? Ik wou graag nog even de groeten doen. Mag ik nog even de groeten doen? Ja, natuurlijk, ga die dan. Nou, dan wou ik even de groeten doen aan de man. Aan de man, die zit hier naast me. Dag, Harry. En dan wou ik ook graag nog even de groeten doen aan mezelf. Dat niet, ik denk niet. En dan heb ik hier verder nog even een goede huisvriend. Die wou ik ook even de groeten doen. Mag dat? Ja, natuurlijk, laat u maar even de telefoon komen. Dat is reuze leuk, ja. Dat is heel leuk. Is dat uw hond, mevrouw Oltenooijen? Nee, dat is mijn man. Dus, wij gaan er nu van door. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. En graag tot een volgende keer. Ja, ik wil graag even een verzoekplantje aanvragen. Dat mag, kan dat? Ja, natuurlijk, mevrouw Oltenooijen. Ga uw gang, wat zal het zijn? Nou, ik wil graag die plaat horen van Wilma. Want ik heb het gevraagd en ik heb een leuke plaat. Ik vind mijn man ook zo'n leuke plaat. Nou, dan doen we dat toch voor u, mevrouw Oltenooijen. Dan draaien we voor u, mevrouw Oltenooijen Wilma. Met, ik heb een vraag, hij ligt toevallig op de draaitafel. Nogmaals, hartelijk dank voor uw medewerking en dan graag tot de volgende keer. Dag mevrouw Oltenooijen, hier komt Wilma. Ik heb een vraag. Ja, Wilma, hallo, wat is je vraag? Weet je niet meer? Dat is vervelend. Luister, als je wel maar weet niet meer wat ze vragen wou. Misschien dat ze in de loop van de uitzending nog opkomt. Dan zullen we haar graag nog een keer aan het woord laten. Steeds snellere jet in een steeds snellere wereld. Dat is de wereld van Peter Stuyvesant. Peter Stuyvesant. Het internationale paspoort op veilig rood van ons. Hij duist graven. Voor al uw graafwerk. De graven is de onderneming. Zand erover. Gatstraat 3 in Graven.
Dames en heren, Wilma heeft ons zo even verteld dat ze een vraag had, maar het was helaas ontschoten wat het ook weer was. Ze heeft me juist verteld dat het weer te binnen was geschoten. Wilma, wat was die vraag ook alweer? Waarom? Waarom? Waarom zijn de bananen krom? Ja, dat is een vraag, daar zitten we allemaal mee. En daar is eigenlijk tot nu toe nog geen goed antwoord op gekomen. Misschien dat de luisteraars het wel weten. We zouden het kunnen vragen aan de luisteraars, ik weet het niet helemaal. Luisteraars, als u een leuk origineel antwoord weet op de vraag waarom de bananen krom zijn, stuur die dan aan Postbus 117 in Hilversum, aan Radio NRC, Postbus 117 in Hilversum, en zet dan in de linkerbovenhoek de abonnementen op 2000. En als u een leuke oplossing weet, de leukste oplossing wordt bekroond met een gratis vulling voor een luchtbed. Ik zou zeggen, het is de moeite waard, dus wacht een gokje. Radio Noordzee presenteert de Diabobinabele top 2000. Techniek Ferry de Groot. Presentatie André van Duin. Verder wil ik er nog eens Dick voor elkaar, Dana Hightower, de Doobie Brothers, Henk Eibergen, Fred H.C., Maria Nachtegaal, Michael Jackson, Erik Herbst, Kees Schillevaar, Spike Jones, Henry O. Henry, Johnny Otis, Wilma, Alexander Curly, Koffie Dick, Creedence Clearwater Revival, mevrouw Ottenooijen, Dick voor elkaar, Dana Hightower, Doobie Brothers, Henk Eibergen, Maria Nachtegaal, Michael Jackson, Erik Herbst, Kees Schillevaart, Spike Jones, Henry O. Henry, Johnny Otis, Wilma, Alexander Curry, Koffie Dick, Creedence Clearwater Revival, mevrouw Ottenooijen, Dick voor elkaar, Dana Hightower, Doobie Brothers, Henk Eibergen, Maria Nachtegaal, Michael Jackson, Erik Herbst, Kees Schillevaart, Spike Jones, Henry O. Henry, Johnny Otis, Wilma, Alexander Curry, Koffie Dick, Freedom Clearwater Revival, mevrouw Ottenooijen, Dick voor elkaar, Dan Hightower, de Doobie Brothers, Henk Eibergen, Marie Nachtegaal, Michael Jackson, Erik Herbst, Kees Schillevaart, Spike Jones, Henry O. Henry, Johnny Otis, Wilma, Alexander Curly, Koffie Dick en de Freedom Clearwater Revival. Verder werken nog mee mevrouw Ottenooijen, Dick voor elkaar, Dan Hightower, de Doobie Brothers, Henk Eibergen, Marie Nachtegaal, Michael Jackson en Erik Herbst, Kees Schillevaart, Spike Jones, Henry O. Henry, Johnny Otis, Wilma, Alexander Curly en Koffie Dick. Freedom Clearwater Revival en Willy Dick voor elkaar. Je verder werkt ook nog mee, Dick voor elkaar. Dan Hightower, de Doobie Brothers, Henk Eibergen en Marie Nachtegaal.